Even voor de mensen in de zaal, Mark van der Linde komt uit Escharen. En hij weet alles van een grote kunstbeurs die over 2 weken wordt gehouden in Graven, zeg ik goed, in het Arsenaal. Nou kan ik zeggen dat het Arsenaal als gebouw alleen al een reden is om bij die beurs te gaan kijken, maar jullie gaan ervoor zorgen dat het extra interessant wordt. 23 tot en met 25 oktober, vertel ons wat er dan gebeurt. We hebben 75 kunstenaars. 75 kunstenaars die zichzelf allemaal presenteren. Dus als je normaal gesproken zeg maar, op de meeste kunstbeurzen rondloopt, dan staan daar galeries die de kunstenaars vertegenwoordigen. Wij hebben juist de kunstenaars zelf uitgenodigd. Want wie kan er beter over zijn eigen kunstwerk vertellen dan de kunstenaar, zelf. Ja. Maar dat vond ik eigenlijk niet voldoende, want je ziet, dat zien wij al jaren in het galeriewereldje, als je alleen maar een expositieopening doet, dan komt daar tegenwoordig niet zo heel veel mensen meer naartoe. Dus mensen zoeken toch veel meer beleving erbij. Het moet allemaal in de richting van een evenement. Aan een beeld en een schilderij heb je niet meer genoeg om de mensen te laten komen? Blijkbaar niet, nee. Dat was afnemend. Ja, dus, wat ga je erbij doen? We hebben een aantal proeverijen, wijn, koffie, een paar superfoods, chocola. Ik heb het eigenlijk vertaald vanuit mezelf. Kunst is voor mij een vorm van genieten. En daar ben ik eigenlijk op voort gaan beduren. Welke vormen van genieten kent de mensen nog meer? Ja. Nou, dan kom je al heel snel bij al die innerlijke dingen voor de mensen. Ja. En die zijn dan heel goed aan te vullen zeg maar, aan dit verhaal. En daardoor... De liefde van de man gaat door de maag, hè, zeggen ze. Dus ja, daar drinken en eten. Er zitten ook dingen die bij de vrouw door de maag gaan, hoor. Ja, oké. 75 kunstenaars, dat is heel veel. Waar heb je ze allemaal vandaan gehaald? 65 uit Nederland, van Noord-Holland tot Zuid-Limburg en 10 uit Vietnam. Ja, die 10e wil ik het even over hebben. In jouw persbericht schrijf jij dat er uiteraard ook Vietnamese kunstenaars zijn. Nou vind ik dat uiteraard niet zo heel vanzelfsprekend als jij het doet voorkomen, want Vietnamese kunstenaars in Nederland, ik ken ze niet, maar jij kennelijk wel. Of haal je ze hier naartoe? Deze kunstbeurs komt voort uit 4 galeries met kunststijlen in die we hebben. In Kuik, in Nijmegen, in Os en in Uden. Ja. Toen ik daar in 2001-2002 mee begon, kwam ik al heel snel tot de conclusie, als ik een faire deal wil maken met de kunstenaars, dan gaat een groot deel van de inkomsten naar de kunstenaars. Maar ik moet zuur, gas, water, elektra en personeel betalen. Ja. Dan blijft er per saldo te weinig over. Dus ik moet een formule vinden waardoor er meer van de inkomsten in mijn potje blijven. Dat kan dan alleen maar door je eigen kunst te gaan verhuren. Maar ik ben geen kunstenaar. Dus ik moest kunst kopen. Maar ga ik in Nederland kunst kopen, met alle respect, dan zou ik naar de bank moeten om dat te gaan financieren. Ja, en die staan niet te springen waarschijnlijk. Ook dat nog, ja. Die ervaring hebben we ook. Ja. Toen ben ik aan het nadenken gegaan van, hoe krijg ik dat toch voor elkaar? Nou, contacten, praten, zoeken, internet. En uiteindelijk heb ik de beslissing genomen om naar Vietnam te vliegen. De kunstenaars in Vietnam hebben de westerse en de oosterse trucjes geleerd en de kennis. En vooral het verschil, want iemand zei wel eens tegen mij, je kunt ook naar Vietnam of naar Thailand of naar China gaan, maar dat is allemaal kopieerkunst. Het grote verschil tussen het denken van de kunstenaars in Vietnam en de omliggende landen is, en dat is denk ik de kracht van de kunstenaar, en dat wordt hier in Nederland ook geleerd, autonoom denken. Je bent als kunstenaar verplicht om creatief te zijn. Je moet zelf iets nieuws creëren en niet een foto kopiëren. En dat doen ze dus in andere landen. Daarom ging ik naar Vietnam. Vanwaar jouw betrokkenheid met kunst, Mark? Ja, dat is eigenlijk al vanuit mijn kinderjaren, kinderjaar is misschien wat voor mij, middelbare school is het eigenlijk wel verder gaan ontwikkelen. In de zin van de liefhebberij erin krijgen, daarvan kunnen genieten. En ja, zoals iemand zeg maar zijn eerste muntenverzameling met een eerste muntje begint op het postzegel, zo heb ik toen ik mijn eerste centen voor de studiebeurs kreeg en daar zuinig mee was, een kunstwerk gekocht voordat ik 20 was. Ja. De meesten die beginnen daar pas op dubbele leeftijd aan, bij wijze van spreken. En 1 werd 2, 2 werd er 4. Ik weet niet hoeveel ik er nou heb. Ja, maar je bent dus zelf geen kunstenaar. Het is niet zo dat je bent een kunstverzamelaar. Ja, liefhebber. Liefhebber. Ja, maar je hebt heel aardig wat staan dan thuis, neem ik aan. thuis en vooral in de galeries. Ja, ja. Ja. Ja, ja, precies. Ja. En is dat jouw hobby of heb je er je werk van kunnen maken ondertussen? Het is een uit de hand gelopen hobby die ook neigt naar werken. Ja. Je hebt wat spullen meegebracht. Vertel eens wat er op tafel ligt. Nou, René vroeg of dat ik een werkje mee wilde brengen. Nou, denk ik, ja, ik moet in ieder geval de poster laten zien. De poster even laten zien. Heb je hem toon of heb je hem scherp? Maar ik heb ook een typisch Vietnamees product meegebracht. Dit is een schilderij, een lakkerpainting. Dat is een van de producten die... kijk, we kennen allemaal acryl- en olieverfschilderijen of werken op papier. In Vietnam maken ze daarnaast ook werk op hout. Ja. Dus het is echt op een houten paneel. En dat is lakkerpainting. We kennen die lakkerwerken wel vanuit China. Die lakdoosjes voor waar ze de chopsticks in bewaren of juwelen. Ja, lakker, ik moet mij excuseren, want ik ben een enorme cultuurbarbaar. Wat is lakker? Ja, de lakker zelf is eigenlijk een hars die gewoon uit een boom gewonnen wordt. Ja. Dus een transparante hars, die wordt op de plaat gesmeerd om het, zeg maar, als conservering. De kleuren die erop zitten, ja, dat is gewoon zeg maar verf, pigment zoals we die hier overal kennen. Okay. Maar de lakker zorgt voor de conservering. Ja, en dat zorgt er ook voor dat het zo'n glanzend oppervlak heeft? Ja, dat is eigenlijk zeg maar een vernislaag. Ja, ja, okay. Alleen, hij kan alleen maar in Noord-Vietnam en Zuid-China gebruikt worden, want hij heeft een bepaalde luchtvochtigheid en een bepaalde temperatuur nodig. Deze is van Tien Toewan, dat is een docent aan de Fine Art University in Hanoi. Die is ook al een paar keer in Nederland geweest bij mij. En toen zijn we samen in Amsterdam, hebben we wat kleurstof, pigment gehaald. En daar hebben we geprobeerd om het hier in Nederland te doen, maar dat lukt dus helemaal niet, want dan die lak die wordt dan krakelé. Oké, okay. Ja. Ja, ja, precies. En jullie zijn uitgekomen in het Arsenaal in Graven voor de eerste keer. Ja. Ik ben er wel eens binnen geweest in die ruimte. Het is ja, gewoon een mooie ruimte met veel zalen en zo. Ja. Gaan jullie het hele gebouw gebruiken of een deel ervan? Nee, ik had sowieso de bedoeling om hem helemaal te gebruiken, behalve het restaurantgedeelte dan. Want we gaan zelfs de kapel gebruiken. Dus hij programma, maar we hebben het over proeverij gehad, maar we gaan ook nog muziek doen. We gaan het hele gebouw gebruiken. En zeg maar 6 weken geleden was ik rond met mijn kunstenaars, maar afgelopen week, deze week, heb ik nog 5 aanmeldingen gehad. Maar ja, op een gegeven moment moet je nee zeggen. Want ja. Dus het staat iets compacter dan ik in eerste instantie bedoeld had, maar nog ruimte genoeg om met de rotsen. Het is al heel groot, hè, daar. Het is mooi om te zien. Ja. Ja. Tot slotte, vertel even waar weten we het, Arsenaal Graven, wanneer mensen precies kunnen komen kijken? Wij gaan volgende week, over 2 weken, de 23e om 12 uur open. Op vrijdag en zaterdag hebben we een programma van 12 tot 8. Ja. De beurs tenminste. Het horecagedeelte gaat dan door, dus dan is er om 8 uur is er muziek in het horecagedeelte en dan doen we ook de kunstenaarsborrel. Dus dan kun je ook nog eens niet alleen op de meet and greet op de beursvloer, maar met een borrel is een kunstenaar misschien ook een heel makkelijker aanspreekbaar. Mm. En op zondag doen we het van 12 tot 6. Tot 6 uur. Ja. Oké, en voor de duidelijkheid, dus niet alleen kijken, maar ook kopen en huren en proeven. En luisteren. En luisteren. En dus beleven. Reden genoeg om te komen kijken. Ja. Ja. Prima. Ik wens jou heel veel succes. Dank je wel. En wellicht tot ziens. Prima.